Ik ben hier dus om samen met de gouverneur Steve Stevaert een spotje in te spreken voor de PHL, waar ik dus momenteel studeer. Ik heb ten eerste gekozen om in Hasselt te komen studeren, omdat ik al een paar keer in Hasselt geweest was en ik voelde me hier al onmiddellijk thuis. Het is een stad, maar het is, ja, ik heb zo hier het gevoel dat het precies zo een grote dorp is. En het is hier heel gezellig. Ik ben graag in het centrum. Er is hier heel veel groen, maar ook heel veel gebouwen. Dus je hebt hier eigenlijk een beetje van alles. Ik weet nog, tijdens de open deurdagen was ik op de PHL en ze hebben mij toen heel goed ontvangen. En dat was eigenlijk voor mij toch wel uiteindelijk punt geweest om die beslissing te nemen. Hasselt is de grootste hotspot van heel de wereld. Nieuwe technologie, dat op een sociale manier gebruiken, want men heeft geen jongeren uitgesloten. Integendeel, is geen elitaire school geworden, maar wel een hoogstaande school geworden. En ik denk dat dat belangrijk is. En zo iemand gelijk Hadis, dat is echte positieve vibes. Dat is de beste uitstraling die men kan hebben. Een jong, mooi, vriendelijk meisje dat goed studeert, dat goed kan zingen en dat ongelooflijk veel succes heeft in het buitenland. Dat is wat we nodig hebben in Limburg. Ik kende haar muziek, men had mij dat al eens laten horen. Ik kende haar persoonlijk niet, maar naar het schijnt loopt zij heel vaak in Hasselt rond. En ik heb beloofd, zij wuift op mij, naar het schijnt, ik ga terug wuiven in de toekomst. Ik had een e-mail gekregen van de school met de vraag of er studenten waren die een reclamespotje konden verzinnen, die dan ongeveer 15 seconden duurde. En het moest reclame zijn voor de school, de PHL. En dat zou ingesproken worden door Steve Stevaert en Hadis. En dan heb ik meegedaan aan die wedstrijd en dan heb ik die gewonnen. Oké, nu is het genoeg geweest, nu gaan wij eraan werken.